moet het horen. Hier naast mij staat Vorst Archibald. Die gaat uw nieuwe proclamatie voorlezen. Daar komt ie. Vorst Archibald. Bedankt. Ja, heb ik al gezegd bedankt? Nee, even zonder gekheid. Even. Stil eens. Ook achterin. Gijs-Jan. Even een applaus voor Gijs-Jan alsjeblieft. Die heeft helemaal van elkaar gehad. Wij, Prins Ballag de Eerste, graaf van Lebelen tot Den Pol, orderridder van het vijfde wiel, Grand Moutonnier du Swan, dat is mosterd maken, burgheer van Pelsentoren tot Wijndragerstoren, jonker de Witte overal, opperwijndrager en smaakmaker van menig tafel en gelagkamer. En met de gratie van de zotheid en dwaasheid, prins de Eilevens en stadsprins van Sassendonk, doen proclameren. Dat wij in naam van Gans Sassendonk steunen op de wetten van de vastlovend, na volgende vastleg. Eventjes, twee minuutjes. Dat Zwolle een fietspad heeft bereid van plastic soep. Dat rammelende uitgespaarde straatstenen nu als mineralen kan worden gegeten. Dat straatvegers vegen voor bier, hoofdbewoners pannenkoek krijgen en gestraften het zotte peert bestijgen in onzichtbaar Zwolle. Nog één pagina. Dat alle zotheid op een stokje ook een moderne niveau past. Dat vaste wolvenfeest in Zwolle van alle tijden zijn. Dat Zwolle op het nieuwe station, het station verlicht en het lichtblauw, het Zwolse erfgoed uitlegt in het erfgoedstation Sassendonk. Dat Sassendonk iedereen verlicht, dat de botervrouwtjes eerder op de nieuwe markt staan dan de praalleeuwen van Van der Capelle in de Grote of Michaelkerk. Dat het ijs Wildenleeg herrijst, maar bezoekers hun eigen thermo-ondergoed moeten kopen. Dat traditie van dwaasheid en kolder in een omgekeerde wereld leiden tot wijsheid van de zotheid. Dat wij allen blaasbalgen mogen zijn om het carnavalsvuur aan te wakkeren. Salut en alaaf, gegeven op het Eilevennest en alle die dit willen horen, zien of lezen op de 11e van de 11e. Plus 6 in het narrejaar 2018. Hoogheid, ik wens u ongelooflijk veel plezier.